Het is namelijk zo dat je hebt Anton Teube in je uitzending gehad. Nu diverse keren had ik begrepen. Ik had ook wat gezien. En je mag weten dat voor mij is deze reis begonnen, of in ieder geval gedeeltelijk begonnen, bij Anton Teube. En dat was dus eigenlijk bij Nibiru. Dat is dus al een hele tijd terug. Hè? Toen zaten we nog in Soest. En ik heb toen al een reis gehad, hè, van waterzuivering en eigenlijk water, eigenlijk HHO, hè, watergas, zoals het genoemd wordt. Hè. Knalgas wordt het ook wel eens genoemd. Hè. Nou, ik heb daar experimenten mee gedaan in de kelder, zoals iedereen eigenlijk een beetje begint. Hè. Of in de kelder of in de schuur, zo gaat dat meestal, weet je wel. En een grote explosies en dan denk je, oh shit, weet je. De machthebbers zijn bang voor één ding. En dat zijn mensen die niet bang zijn. Want die kun je niks meer wijsmaken. Die gewoon dwars door alles heen. Die zien alles wat dat is. Die zijn daar. En die doen dingen die hun niet willen. En dat is exact wat wij doen. En toen ontdekte ik eigenlijk dus dat je water dus kunt informeren. En toen had ik nog niks gehoord van Emoto of Schouwberger. Weet je wel, dat was allemaal buiten mijn scope. Dat was gewoon eigenlijk eigen onderzoek. En ik denk ook dat dat ongelooflijk belangrijk is om te vertellen. Namelijk dat op het moment dat je dus eigen onderzoek doet, dat je dus eigenlijk buiten de boekenwijsheid gaat, maar echt werkelijk zelf onderzoekt, dan zul je merken dat dat veel meer doet met jou. Dat je de wereld anders gaat zien. We hebben hier eenden, een Blenji. We zitten hier in een dorpsgemeenschap, hè? Daar woon ik. In een kasteel in Wallonië, in het Franse gedeelte van België. En nou, daar hebben we dus eenden, loopeenden. En nou, die leggen eieren. Hele mooie eieren trouwens. Dikke schaal, weet je wel, heel fijn. En nou, die maak je open, dan maak je ze leeg. En dan doe je dat schoonmaken. En dan gaat het likserwater in. En dan gebeurt het wonderbaarlijks. Dan krijg je in één keer een heel groot veld, een informatieveld. En dat informatieveld is dat informatieveld wat wij eigenlijk in het water hebben gestopt. Ja, dus de informatie die we in het water hebben gestopt, liefde en dankbaarheid, verspreidt zich dan eigenlijk in een veel groter veld. Ja? Nou, en daar heb ik dus aarde omheen gedaan. Ja, dus. En op een bepaalde manier bewerkt, zodat dat water ook erin blijft. Want een ei is eigenlijk poreus. Als je daar water in doet, dan verdampt dat gewoon. Dus dat moet je behandelen. Hoe willen we nou als mensheid verder komen als de wetenschapper geen wetenschap meer bedrijft? Hoe willen we dat doen? Nou, dat is Interessante vraag. onmogelijk. Het is Ja. onmogelijk. Dan is wetenschap geen wetenschap meer, maar dat is het godsdienst geworden. Er gebeuren dingen. Daar kun je gewoon, dan moet je alleen maar observeren. Dat is gewoon geweldig om te observeren, om te kijken wat gebeurt er nou eigenlijk hier. Ja? En het interessante gebeurde er, namelijk, in plaats dat er dus allemaal erge dingen gebeuren, hè, komt dan zo'n politieman naar je toe en zegt: Goh, wat doen jullie eigenlijk? Uitleggen, hè? Well, we maken motoren die op water draaien. Oh, zo, dat is mooi. Dus, oh, hè? Weet je wel? Dus met andere woorden, wat je doet eigenlijk, is je blijft uit de actie-reactie.